Kleine landingsoperatie in de Krim. Dit en meer in deze video. Ik ben Patrick, het is week 84 van de oorlog, laten we beginnen. In de nacht van dinsdag en woensdag hebben Oekraïnse troepen een kleine landingsoperatie gedaan aan de westkust van de Krim. Bij deze operatie zijn beide zijden van dit conflict met elkaar in gevecht geraakt, logischerwijs. Ook zijn aan beide zijden verliezen te melden. Rusland beweert de aanval van drie jetskis succesvol te hebben afgeslagen. Beelden die Oekraïne later publiceerde, laat er echter een iets ander beeld zien. Nou, vermoedelijk hebben de Russen wel één Oekraïnse strijdkracht gevangen genomen. Dat is deze meneer. Oekraïne zelf laat hier uh, niks over los. Wel hebben we de beelden van de Russische kant van deze claim. Nou, Oekraïne kan deze aanvallen uitvoeren sinds ze enkele maanden geleden enkele boorplatformen in bezit hebben, welke zich in de Russische Zee bevinden. En vanaf hier kan eigenlijk met kleine vaartuigen de kust van de Krim aangevallen worden. Wederom hebben Russische troepen een van hun eigen gevechtsvliegtuigen neergeschoten. In de vorige video kon u al zien dat dit was gebeurd in de Tokmak-regio. Ditmaal met een Suhoi Su-35 neergehaald door de Russische luchtverdediging. En dit gebeurde in de buurt van Mariupol. In tegenstelling tot de vorige keer heeft de piloot deze crash wel overleefd. Nou, vermoedelijk zagen Russische troepen dit vliegtuig aan voor een Oekraïnse raket. Via mijn Patreon kan je beelden zien welke ik niet in mijn video's kan tonen. Ook post ik hier nieuws welke de video's niet haalt. Nou, voor slechts 5 euro per maand krijg je toegang tot ongecensureerde beelden. Via deze manier kan je mijn werk supporten. Link is te vinden in de omschrijving. Op 2 oktober heeft Amerika een wapenlevering gedaan van ongeveer 1,1 miljoen 7,6 mm kogels... Het maakt het Amerikaanse ministerie afgelopen woensdag bekend. Deze kogels zijn oorspronkelijk van Iran, maar zijn onderschept door Amerika en vervolgens in beslag genomen. Volgens Bloomberg gaat Duitsland één extra RST-luchtverdedigingswapen als mede één G-part anti-aircraft installatie doneren aan Oekraïne. Deze twee apparaten zouden de Zwarte Zee en enkele aangrenzende havens moeten gaan beveiligen. Ook zou Duitsland Oekraïne willen bewapenen met één extra Patriot-luchtverdedigingssysteem voor in de wintermaanden... Er wordt namelijk gevreesd dat Rusland net als afgelopen winter massaal het elektriciteitsnetwerk gaat bombarderen. Zweden gaat wederom militaire steun leveren aan Oekraïne. Dit pakket heeft een waarde van 199 miljoen dollar en zou voornamelijk bestaan uit ammunitie en reserveonderdelen. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. En dan hebben we nog Spanje, die heeft ook extra steun aangekondigd. En deze steun bestaat uit zes hok luchtverdedigingssystemen. En nu we het toch over militaire steun hebben, Noord-Korea zou zijn begonnen met het leveren van artillerie aan Rusland. Het is onbekend voor hoeveel aan artillerie er geleverd is en ook voor hoe lang deze leveringen gaan duren. Ook is het niet precies duidelijk wat Noord-Korea hiervoor terugkrijgt. Aan de frontlinie zijn weinig updates te melden. Oekraïne meldt wel steeds successen te boeken, echter heb ik het idee dat deze wat groter gemaakt worden dan dat ze daadwerkelijk zijn. En nou, ik begrijp me niet verkeerd. Iedere positie die je pakt, is natuurlijk een verlies voor de een en, een en een succes voor de ander. En dan wordt ook om iedere meter hard gevochten. Alleen de echt grote successen die blijven voor ons nog uit. Nou, als we kijken naar het bagmoek front dan zien we een minimale terreinwinst in de richting van Kuryamivka. Een stukje noordelijker bij Makivka zien we dat de Russische troepen zowaar in de aanval zijn gegaan en enkele meters hebben gewonnen. Nu wordt dit stuk frontlinie wel een stuk dunner bemand dan bijvoorbeeld de Zaporizhia frontline. Dus het kan ook zo zijn dat de troepen gewoon wat meer naar voren zijn opgeschoven omdat er geen, nou dat er geen risico was. Tussen deze twee fronten in ligt nog het stuk frontlinie met Bilo Horivka. Dit stuk frontlinie is verduidelijkt waarin beide zijdes van dit conflict posities verliezen en enkele posities winnen. En als laatste gaan we kijken bij het Robotine front. Hier zien we dat Oekraïne in de richting van Kopani wat is opgeschoven. Zijn er namelijk achtergekomen dat bij veel aanvallen op Novo-Prokopivka ze vanuit de flanken werden gecounterd door de Russische troepen? Dus ik vermoed dat ze nu wat ruimte in de flanken willen opbouwen, alvorens ze een, een grotere aanval op Novo-Prokopivka gaan inzetten. En dan als laatste gaan we alweer naar de statistieken. Links de cijfers van vorige week, rechts die bijgewerkt tot en met vandaag. Nou, zoals gebruikelijk heeft Oekraïne zelf ook verliezen. Deze worden echt niet publiekelijk geopenbaard dus zolang de oorlog nog gaande is. Nou, dit was het dan voor deze week. Mocht je nog een Telegram account hebben, dan zijn deze drie accounts toch wel het volgende waard. Ze zijn wel Engelstalig, maar gelukkig hebben we Google Translate. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.